Hey. Nou, alsof je nooit bent weg geweest, hè? Ja. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja? Echt? Ja, en dit is de laatste keer dat ik het zeg. Ik ben helemaal klaar voor een leven zonder Anton. Hoe is het met jou? Nou, het is uit met Frank. Nee. Ja, ja, het ging echt niet. Ludo. Ik word echt zo helemaal gek van die wind. Nee, jij wordt helemaal gek van jezelf. Waarom wil jij per se ongelukkig zijn? Dat wil ik niet. Natuurlijk wil ik dat niet. Oké, nou doe er dan wat aan. Of geef gewoon toe dat je nog van hem houdt. Ik haat hem. En ik haat ook het feit dat hij zo mijn leven beheerst nog steeds. Nou, doe er dan wat aan. Je moet het zelf loslaten. Heb ik ook gedaan. Zo moeilijk is het niet, hoor. Nee. Hoeveel keer vreemd gaan had je nodig, precies? Sorry. Nee, nou ja, ik heb inderdaad heel lang niet willen inzien hoe slecht Anton voor me was. Doe er je voordeel mee. Goed, als ik eruit ben wat Ludo's rol precies was bij de overname van het AZM, dan is het ook echt helemaal klaar. Ik kan hem er toch niet mee laten wegkomen? Dat zijn heeft mijn leven verziekt. Dus ga je nu het zijne verzieken. Lekker loslaten. Je begrijpt het niet, echt niet. Lieverd, het levert je niks op. Maar het heeft ook gewoon met gerechtigheid te maken. Ik moet dit doen. Nou, ik hou je wel op de hoogte, ja? Tot gauw. Ik spreek met Janine Elschot. Ik had u eerder willen terugbellen, maar ik hoop dat u alsnog... Meneer Veerman? Trek je nou niet een beetje een voorbarige conclusie? Hij heeft Mike in elkaar laten slaan. En ontvoerd. Dat is iets anders dan moord. En hij vormde een bedreiging voor zijn gezin. Ja, als het waar is. Laura! Ja. U spreekt met Janine Elschot nog een keer. Voordat u ophangt, meneer Veerman, heb ik één vraag voor u. Heeft u veel weerstand ondervonden nu het AZM wordt opgeheven als regulier ziekenhuis? Ik neem dus aan dat het ook in uw belang is dat mensen anders tegen dit soort overnames gaan aankijken. Mijn persoonlijke visie doet er helemaal niet toe. Ik wil dat mensen zich een objectief oordeel vormen en mijn artikel kan daar dus enorm bij helpen. Ja, dat is goed. Oké, ik zal er zijn. Dag. Ik kom niet om ruzie te maken. Nee. Jij komt voor Veerman. Ja, het is heel erg belangrijk dat jij dat interview... Ik heb een afspraak met hem. Aan het einde van de middag. Ludo kan zijn borst nat maken. Ik ben blij dat je doorzet. Het is belangrijk voor me. Tuurlijk. Nou ja, ook gezien de situatie met Bianca. Staat er los van. Wat niet wegneemt dat ik je daarin een enorme zak vind, natuurlijk. Even uit nieuwsgierigheid, maar waarom ben je van gedachten veranderd? Als blijkt dat Ludo Veerman heeft omgekocht, dan is hij de lul. En jullie delen ondanks alles een verleden. Laten we het erop houden dat ik heel slecht tegen onrecht kan. Verleden of geen verleden. Dat herken ik. Je moet me niet met jou vergelijken. Wij lijken totaal niet op elkaar. Te weten gekomen wat je wilde? Als je niet weet waar haar prioriteit ligt. Hou me op de hoogte. Dus je gaat toch achter Veerman aan? Ja. Kom je spullen halen. Als je Ludo neersabelt, dan is er geen weg terug, hè? Maar dat wil ik ook helemaal niet. Denk goed na over wat je wilt, Janine. Laat je niet verleiden door valse emoties. Ze zei dat je op je kamer was. Ik wil je graag even spreken. Kom eraan, kom eraan.
Ja, ik was in slaap gevallen, sorry. Mag ik even binnenkomen? 2 minuten. Is er iets met Nina? Of Lucas? Nee. Ja, alles wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Hè. Ja, als iets me duidelijk geworden is. Te ons huwelijk. Ik heb het gewoon veel te snel opgegeven. Ik mis je. Ik wil je terug.